In de nacht van zondag 3 op maandag 4 juli heeft er een ernstige mishandeling plaatsgevonden van een prostituee hier aan de Ruisdalkade achter mij. We hebben goede beelden van die dader en wij willen weten wie het is. De man was als klant bij de prostituee aanwezig en tijdens dat bezoek werd hij plotseling zeer gewelddadig. Hij heeft er ongelooflijk geslagen, ze is zelfs buiten bewustzijn geweest en ze heeft echt gevreesd voor haar leven. Wij zoeken dus deze man. Hij is blank, hij heeft donkerblond haar, hij is ongeveer 1,75 meter lang, tussen de 30 en 40 jaar oud en hij heeft blauwe ogen. Weet u wie deze man is? Laat het ons weten.